even onderbreking. Het is heel onfair uw hond een onderbreking aan te leren als zij voeten zit nu op 25 meter, dat ze daar perfect in stilstand hun houdingen nog niet kunnen zonder te roepen, te tieren en te zwaaien met uw armen. Maar dan dicht bij ons het liggen aan te leren. Snoepje, omdat anders met balletjes altijd een heel rondje gaat doen en ik niet vlug verder kan. De volgende stap is ons paalspel, dat we heel veel gebruiken bij onze training. Dat de snelheid erin blijft, dus niet elke keer doen liggen en ook niet elke keer op dezelfde plaats doen liggen. Als dit allemaal goed gaat, dan gaan we een echte doen. We beginnen eerst kort. Ik kondig altijd mijn oefeningen aan. In dit geval is het, gaan we fysiek, gaan we onderbreking doen, wauw. En ik heb een totaal ander commando. Om nu tegen je hond te roepen zit vol en dan een onderbreking te vragen. Het is net hetzelfde of je zegt liggen en dan roep je dat hij moet gaan zitten. Dus conditioneer je hond niet aan.
ik zal nooit, als ik train, de oefening afwerken met een zit voor. Dat is een andere oefening en die kennen ze in principe. Ik zal de hond altijd belonen op de plaats waar dat hij afgaat voor beter en voor sneller. Gaan ze beginnen te vertragen, dan roep ik ze gewoon door. Nu op kleine afstand is Fousie traag, op grote afstand is ze sneller. Ik kom nog eens een keer vandaan. Terug naar de bal.